De Islamitische Staat. De Islamitische Staat. Plotseling was ze er. En plotseling beheerste ze het nieuws. Beelden van ontvoeringen, vluchtelingen, executies branden op ons netvlies. En vervullen ons met afschuw en vragen. Tenminste, dat denk ik gezien het grote aantal mensen dat hier vandaag op ons actualiteitencollege is afgekomen. Van harte welkom. Wat is IS nou eigenlijk precies? Wat willen de mensen van IS en hoe beargumenteren ze dat? Hoe moeten we het ontstaan van de Islamitische Staat zien in relatie tot andere geopolitieke ontwikkelingen? En wat moeten we vinden van de reactie van het Westen op IS? Daarover spreekt zo dadelijk islamoloog Joas Wagenmakers. Hij is net aangekomen. En daarna, na zijn lezing, gaat hij in gesprek met politiek filosoof Evert van der Zweerde. En ook u bent in de gelegenheid vragen te stellen, althans dat hoop ik, want we zijn echt niet gewend dat er zoveel mensen bij onze actualiteitencolleges zijn. Dus we gaan proberen om hier een beetje microfoons door te geven. Maar het is in ieder geval alvast de vraag, als u een vraag heeft, meld het van tevoren, steek uw hand op en formuleer uw vraag, geen statement, zo kort mogelijk, zodat zoveel mogelijk mensen aan het woord kunnen komen. Voordat ik het woord geef aan Joas Wagenmakers, geef ik eerst graag het woord aan polemoloog Leon Wekker, die zoals altijd een venijnige column voor ons heeft voorbereid. Van harte welkom, mijn naam is Lisbeth Jansen, ik ben programmamaker bij het Zoeterweekprogramma. Het was laat geworden, dames en heren. Tijd om ook in het Witte Huis Klaas Vaak op te zoeken. Barack Obama lag er al in toen Michelle de sluimerklop van de slaapkamer verlichting indrukte. Maar de president was geen onmiddellijke nachtrust gegund. Michelle vroeg, terwijl ze zich naar hem toedraaide, weet je wat ik gekregen heb? Obama raadde meteen raak. Bloemen. Wat denk je? Van wie? Obama, die wist dat zij aan de gang bleef tot er antwoord kwam, noemde in willekeurige volgorde de mafkees die laatst over het hek geklommen is, de minister van Defensie, de dominee of de nieuwe president van Afghanistan. Je bent warm, zei ze. Het was niet één bos, wel 7 bossen. Via Fleur op, besteld in Damascus. Van jullie Basgar, stond erop. Doe de complimenten van mij aan je man, wat goed dat we nu vrienden zijn. Er stond nog zoiets op als de vijand van je vijand is je vriend. Waar is al niet goed voor is, bromde Barack. Hoe durft hij? Zodra we met is klaar zijn, is hij weer aan de beurt. Dat zal hij toch ook wel begrijpen. Zo bijziend zal die oogarts toch niet zijn. Je vindt hem niet aardig, constateerde Michelle. Hem niet en is ook niet, aldus de president. Michelle, ik heb gehoord dat IS in de hele wereld gehaat wordt. Ze zaaien angst met hun vreselijke onthoofdingen. Alhoewel, merkte de nu weer geheel wakkere Obama op, het is te prefereren boven een dodelijke injectie hier met uitzicht op een paar uur stuiptrekking. En bij onze bondgenoot Saoedi-Arabië worden er gemiddeld per jaar 30 een kopje kleiner gemaakt. Die IS, zo ging Michelle onverstoorbaar verder, is erin geslaagd de hele wereld angst in te boezemen. En is dat niet juist een van de belangrijkste doelstellingen van die zogenaamde terroristen? En overigens, behalve af en toe iemand kapitaal te straffen, hebben zij als niemand anders voor rust en orde in hun gebied gezorgd. Kom daar eens om in de rest van de wereld. Zelfs in Hongkong zijn ze stout en ongehoorzaam. Ik las dat de angst zich ook in Holland, die mini-staat die tussen Frankrijk en Duitsland ligt, heeft meester gemaakt. De soldaten daar mogen niet meer in uniform in bus of trein. Zelfs douaniers, postbodes en mensen van de gemeentereiniging zouden zich net als die groeiers van het leger des heils, niet meer in uniform mogen vertonen. Er is een ambtsbericht van onze ambassade in 's-Gravenhage, waarin staat dat grote groepen jonge mannen, vermomd als wandelclub De Grote Beer,
door het Amsterdams bos marcheren. Ze zouden daarbij een spandoek omhoog houden waarop staat: wij zijn geen soldaten. En ze zingen daarbij de paden op de lanen in, vooruit met flinke pas. In de Telegraaf, dat is de grootste krant van Nederland, zou staan dat zelfs de politieauto's naar Russisch voorbeeld van een wit zeil voorzien zijn, waardoor opschriften, strepen en zwaailichten aan het oog onttrokken worden. Het gaat wel ver, die vrees om slachtoffer van is te worden. Terwijl in Nederland de kans dat je onder een monster terugkomt 2 × 500.000 keer groter is. Dat is wel een statistische redenering, aldus Obama. En Churchill zou ooit gezegd hebben: ik geloof alleen die statistieken die ik zelf vervalst heb. De belangrijkste terrorist van dat koninkrijk was ene Willem van Oranje, vervolgde zij. Een knaap die er met moordende geuzenbende in slaagde effectief het wettig Spaans gezag te ondermijnen. Ik denk wel eens, dacht Michelle hardop, een terrorist is iemand die door een regering terrorist genoemd wordt. Maar, benadrukte de president, IS bestaat uit echte terroristen. In Syrië moeten we met onze bombardementen een beetje het internationaal recht schenden, maar dat mag. Nood breekt wet. Zelfs in het Holland van Grotius hebben ze indertijd aan die illegale Irak-oorlog van Bush meegedaan. En nu doen ze weer opgewekt mee. Zij het legaal en niet in Syrië, maar wel zonder ons kritische vragen te stellen. En als wij IS met onze vrienden in de Coalition of the Willing plat gebombardeerd hebben, dan kunnen de Irakezen en Koerden, door ons getraind, met onze wapens uitgerust, zelf dat fundamentalistisch, extremistisch varken wassen. Hebben zij dan al hun onderlinge tegenstellingen en ruzies van de laatste paar eeuwen vergeten, wilde Michelle nog weten? Is er dan een veiligheidsarchitectuur waar landen als Turkije, Iran en zelfs Israël deel van uitmaken? Is er dan geen werkloosheid meer en geen marginalisering van welke groep dan ook? Het duurt toch echt maar 3 jaar en niet 13, zoals in Afghanistan, waar het doel bereikt is omdat wij dat zeggen en niet omdat het zo is. Barak gaf geen antwoord. Hij droomde dat hij op een kameel gezeten in Damascus werd opgewacht door een juichende menigte met helemaal vooraan een vriendelijk ogende oogarts die hem een veelkleurenbril met multifocale glazen speciaal voor politiek gebruik cadeau deed. Ik begin met een zogenaamde tongue twister. Is ISISI, is ISISIS of is ISIS? Vanavond voor het slapen gaan we allemaal 30 minuten oefenen en morgen kunnen jullie het ook. Zo heb ik het namelijk ook geleerd. Ik wil een aantal dingen behandelen. Ik heb maar 10 tot 15 minuten om iets te zeggen. Dus de naam Actualiteit College is iets wat overdreven. Maar ik ga desondanks een poging doen. Allereerst ga ik iets vertellen over het ontstaan van de IS. Vervolgens over de ideologie van deze groep. Als derde de verspreiding. Laat ik een kaartje zien, waar zitten ze nou eigenlijk precies. En als laatste de militaire acties, gevolgd door wat conclusies. Nou, eerst al die verschillende benamingen. IS, ISI, ISIL, ISIS. Waar komt dat nou allemaal vandaan? Nou, het is allemaal begonnen, lang, lang geleden, in 1999, toen de man die jullie linksboven op de foto zien, Abu Musab al-Zarqawi, dat was een Jordaniër, die trok van Jordanië, werd vrijgelaten in 1999 en vertrok naar Irak. Daar richtte hij een groep op, die heette Jama'at al-Tawhid wal-Jihad. Dat was een radicale groepering die eigenlijk heel klein was en die niet zoveel voorstelde en die tot 2004 bleef bestaan onder die naam. 2004 betekent dus na 2003, toen de oorlog in Irak begon. Er werd net al impliciet aan gerefereerd door Leon Wekke. De oorlog in Irak, de inval in Irak, begon in 2003. En toen bloeide die groepering in één keer op. Vanaf 2004 kreeg dat een andere naam, namelijk Al-Qaeda in Irak. Al-Qaeda werkt na 11 september eigenlijk zo. Je hebt een centrale organisatie in Pakistan, Afghanistan. Maar die kunnen niet zo heel erg veel meer doen, omdat ze eigenlijk ingesloten zijn door Amerikaanse troepen, Pakistanse troepen enzovoort. En die moeten dus eigenlijk werken met lokale takken.
Het voordeel daarvan is dat die lokale takken aan kunnen sluiten bij Al-Qaeda als geheel, waardoor ze een grote naam hebben, een naam die iedereen herkent. Tegelijkertijd kan Al-Qaeda in Afghanistan, Pakistan claimen dat ze nog volop bezig zijn in Saoedi-Arabië, in Jemen, in Mali, in Noord-Afrika enzovoort enzovoort. Al-Qaeda in Irak was, zoals de naam al zegt, de Irakese tak van Al-Qaeda. En die bestond dus tot 2006. In 2006 werd Abu Musab al-Zarqawi, de man linksboven, gedood door de Amerikanen in Irak. In 2006 kreeg het weer een andere naam, namelijk de Islamitische Staat van Irak. En hier hebben we de eerste afkorting met IS erin, namelijk ISI, Islamitische Staat van Irak. En die bestond van 2006 tot 2013. En in 2010 kwam die onder leiding te staan van de man rechtsboven op het plaatje, Abu Bakr al-Baghdadi. En dat, er zit een paal tussen, zie ik, het is niet voor iedereen goed te zien. Maar rechtsboven staat Abu Bakr al-Baghdadi en dat is de man die vandaag de dag zich kalif noemt. Die zullen jullie ongetwijfeld op tv hebben gezien. Dat bleef tot 2013 bestaan, want in 2013 was inmiddels het conflict in Syrië aan de gang. En toen maakte ISI de sprong naar Syrië toe. Toen stuurde Abu Bakr al-Baghdadi, de man die linksonder staat, dat is Abu Mohammed al-Jawlani, naar Syrië toe om te zeggen van, hey, begin jij daar nou eens een tak van onze organisatie in Syrië? Want in Syrië heb je eigenlijk eenzelfde situatie die we hadden in 2006, 2007. Het is daar in Irak, het is daar een puinhoop en er kunnen militante groepen, gewapende milities, kunnen daar makkelijk zich nestelen en kunnen daar voet aan de grond krijgen. Nou, de man linksonder, Abu Mohammed al-Jawlani, die deed dat. Die richtte eigenlijk een Syrische tak op van ISI. En op een gegeven moment zei Abu Bakr al-Baghdadi, man rechtsboven dus, die zei, oké, nu veranderen we onze naam van ISI naar ISIS. Islamitische Staat in Irak en Sham. De S staat voor Sham. Sham betekent zoiets als Groot Syrië. Dat is een heel oude naam voor het gebied dat Syrië, Jordanië, Libanon en Israël en de Palestijnse gebieden omvat. De naam ISIL betekent eigenlijk hetzelfde, alleen de L staat dan voor Levant. Levant is een Europese naam voor datzelfde gebied. Nou, hier beginnen eigenlijk de problemen, want de man linksonder die zei, ik heb nou hier een lokale tak opgericht, maar jij zegt nou in één keer dat dit ISIS heet. Maar dat is helemaal niet zo. Ik heb hier mijn eigen organisatie opgericht in Syrië, namelijk Jabhat al-Nusra. En ik heb als zodanig trouw gezworen aan de man rechtsonder, Ayman al-Zawahiri, de leider van Al-Qaeda. Dus ik ben helemaal niet trouw aan jou, ik ben trouw aan Ayman al-Zawahiri, de leider van Al-Qaeda. Waarop Abu Bakr al-Baghdadi, de man rechtsboven, zei, ja, maar zo werkt het niet. Ik heb jou naar Syrië toegestuurd om een lokale tak van mijn organisatie op te richten. Ik ben jouw meerdere. Jij kunt niet zomaar voor jezelf aan de slag gaan. Waarop al-Jawlani weer zei, ja, maar jouw organisatie is weer de Irakese tak van Al-Qaeda. Dus je hebt een centrale organisatie, een Irakese en een Syrische tak. En ze bakkeleien met elkaar wie nou precies het gezag heeft. Abu Bakr al-Baghdadi zei op een gegeven moment, oké, nu ben ik het zat, ik accepteer dat niet meer, ik scheid af. En toen is het IS echt, of ISIS, toen nog in die tijd, als onafhankelijke organisatie ontstaan. Dus als jullie door heel die brei van namen die ik net heb genoemd denken van, ik zie door de bomen het bos niet meer. Nou, dat is ook hoe heel veel jihadstrijders erover denken. Die weten het ook niet meer precies. Die zien ook niet meer precies wie waarbij hoort. Maar dit is een van de redenen dat er vandaag de dag een conflict is tussen Al-Qaeda enerzijds en IS anderzijds. Organisatorisch gezien botst het met elkaar. Eén groep die eerst tot de ene hoorde is afgesplitst. Nou, in afgelopen zomer is dat hele verhaal eigenlijk tot een voorlopig einde gekomen door de uitroeping van een kalifaat. En toen heeft de ISIS zijn naam veranderd in een Islamitische Staat. Toen zei men, het is niet meer beperkt tot Irak en Syrië, maar het omvat in principe heel de wereld en alle moslims worden uitgenodigd om hier naartoe te komen en deel te nemen aan deze staat. Nou, een van de... Oh, ik liep eentje achter, zag ik. Nou goed. Een van de dingen die heel erg schrikbarend is voor veel mensen is... En Lisbeth noemde dat net ook, al die onthoofdingen en al die dat geweld. Waar komt dat nou vandaan? Nou, een van de dingen waar dat vandaan komt, en dat is ook iets waar ik in gespecialiseerd ben, is de ideologie. Er zijn natuurlijk meerdere factoren, maar gezien de tijd ga ik alleen even in op de ideologie. Ten eerste is de ideologie van IS geworteld in het jihadi-salafisme. Dat is een controversiële term, zeg ik er meteen bij. Salafisme is een stroming waarvan de aanhangers geloven dat ze de eerste drie generaties moslims, inclusief natuurlijk de profeet Mohammed, zo strikt mogelijk
en in zoveel mogelijk sferen van het leven na moeten volgen. Dus als de profeet Mohammed iets heeft gedaan, dan zeggen zij, dan moeten wij dat ook doen. En dat geldt voor die eerste 3 generaties moslims. Maar salafisten zijn over het algemeen een vreedzame stroming. Zijn tegen terrorisme, zijn tegen het gebruik van geweld, zijn tegen revoluties. Bijvoorbeeld de Arabische Lente willen ze doorgaans niks mee te maken hebben. Maar een radicale tak daarvan zegt, wij gebruiken dat salafisme niet ter ondersteuning van de staten in de regio, het Midden-Oosten, de moslimwereld, maar juist echt tegen. Wij gaan wel revoluties plegen en geweld gebruiken. Nou, een van die jihadi-salafistische groepen is Al-Qaeda. Dus het jihadi-salafisme is strikt op sociaal gebied, maar radicaal op politiek gebied. Ten tweede is het zo dat de ideologie van IS ook geworteld is in de praktijk van ISI. Die islamitische staat in Irak onder leiding van Abu Musa al-Zarqawi. Dus toen de hele situatie nog lang niet bestond. Die Abu Musa al-Zarqawi werd ook al bekritiseerd omdat hij hoofden van mensen afhakte. En dat waren dan geen soldaten of iets dergelijks. Maar bijvoorbeeld Ken Bigley is iemand die vanuit Engeland, dat was geloof ik een ingenieur of... Nou, hij had in ieder geval niet een militair beroep en die is van Engeland naar Irak toegekomen om daar zijn beroep uit te oefenen. Die dacht, ik kan daar veel geld verdienen en die man is onthoofd. Hetzelfde geldt voor Nicholas Buik, dat was een Amerikaan die er ook naartoe is gekomen. Die is ook onthoofd, naar men zegt, door Abu Musa al-Zarqawi. Hij droeg een masker, dus we kunnen het niet helemaal zeker weten. Daar werd hij stevig voor bekritiseerd. Waarom doe jij dat? Waarom onthoofd jij die mensen? Waarom zet je dat op YouTube? Waarom maak je dat wereldkundig? Waarom vermoord jij honderden Sjiïten? Tuurlijk, zeiden sommige mensen, Sjiïten zijn misschien geen goede moslims. Dat zijn afwijkende moslims in de ogen van sommige radicale moslims. Maar moet je ze dan allemaal vermoorden? Je kunt ze ook wijzen op hun dwalingen. Je kunt ze er ook op wijzen dat ze verkeerd zitten. Waarom moet je kerken, moskeeën opblazen? Wat is het nut daarvan? Dus de praktijk van ISI, de voorloper van IS, was al radicaler en gewelddadiger dan die van Al-Qaeda in het algemeen. En ook sterk anti-Sjiïtisch dus. En ten derde is het zo... Oh, ik loop een beetje achter, zie ik. Dit gaat minder snel dan ik dacht. Bij mijn computer gaat het altijd in 1 keer. Nou goed, oké. Een derde heel belangrijke dimensie is de overtuiging dat IS een staat is. Men zegt, wij zijn niet zoals Al-Qaeda. Wij zijn verheven boven allerlei andere groepen en organisaties. Al-Qaeda is een organisatie. Jabhat al-Nusra in Syrië is een organisatie. Ahrar al-Sham in Syrië is een organisatie. Ansar al-Sharia in Jemen is een organisatie. Wij niet. Wij zijn een staat. En als gevolg van het feit dat wij een staat zijn, zijn we niet alleen verheven boven die anderen, moeten zij naar ons luisteren en wij niet naar hun, maar hebben wij ook het recht om de wet af te dwingen. Andere groepen zijn gewoon dat, groepen. Die strijden, die vechten, die hebben een ideologie enzovoort. Maar wij, zeggen ze, zijn een staat. En net als de Nederlandse staat, hebben wij dus het recht om de wet af te dwingen. Net als als je in Nederland je auto verkeerd parkeert, dan krijg je een bon. Nou, dat is het afdwingen van de regels in Nederland. In de islamitische staat doet men dat ook. Maar dat houdt ook bijvoorbeeld in dat men zegt, als je steelt, dan mogen wij bij een dief een hand afhakken. En dat recht hebben wij, zegt men, want wij zijn een staat. Andere groepen hebben dat niet, want dat zijn ze niet. Nou, dus dat heeft allerlei consequenties, het feit dat men een staat is. Dus die radicale ideologie, die nog radicalere praktijk van ISI in Irak, en daarbovenop nog het idee dat men een staat is, zorgt ervoor dat die ideologie tot op grote hoogte is geradicaliseerd. Nou, en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ISI, of IS moet ik zeggen, zich in dit gebied verspreid heeft. Dan zou je zeggen, nou, dat valt nog wel mee als je dit ziet. Je ziet ook wel eens kaartjes in de media waar een wat grotere vlek, rood of blauw of welke kleur dan ook, is gemaakt. Dat heeft ermee te maken dat men dan allerlei gebieden die dun bevolkt zijn meerekent. Maar je ziet bijvoorbeeld dat men nog lange na niet de grens van Jordanië heeft bereikt. Je ziet ook bijvoorbeeld dat het allemaal dunne sliertjes zijn eigenlijk waar men zich heeft geconcentreerd rond bepaalde steden. Steden waar men erg sterk is zijn bijvoorbeeld in Irak Mosul, een belangrijke stad in Irak, en in Syrië Raqqa en Deir ez-Zor. Raqqa is bijvoorbeeld echt islamitische staatland. De hele stad wordt gewoon gecontroleerd door IS. Dus alles, de belastingen, de winkels, alles wat daar gebeurt, wordt gecontroleerd door IS. Nou, nou kan ik hier lang vragen over die militaire acties. Daar lezen we veel over in de media. Wilde ik niet doen. Ik wilde kijken wat de radicaal-islamitische percepties zijn over die militaire acties. Oftewel, hoe kijken
andere radicale islamisten, bijvoorbeeld de mensen van Al-Qaeda, aan tegen die militaire acties. Omdat dat iets is wat we heel weinig in de media horen. En ik denk dat het handig is als ik dat nu aan jullie doorgeef. Want de andere dingen kunnen jullie ook wel in de krant lezen. Allereerst waren er radicaal-islamitische geleerden die probeerden te bemiddelen tussen IS en Al-Qaeda. Men probeerde IS met Al-Qaeda te verzoenen. Ik heb net gezegd, IS heeft zich afgesplitst van Al-Qaeda. En die radicaal-islamitische geleerden zeiden, dat is niet goed. We moeten één front vormen, één gezamenlijk front tegen de gezamenlijke vijand. Amerika, Rusland, Groot-Brittannië, noem maar op. En als wij verdeeld zijn, dat is altijd slecht. Dat is mislukt. En gezamenlijke vijand is natuurlijk ook Bashar al-Assad in Syrië. Dat is mislukt omdat IS dat weigerde. IS zei namelijk, ja, bemiddeling is allemaal prima, maar dan gebeurt het op onze manier. Met onze bemiddelaars en met onze normen. Het gebeurt op onze voorwaarden. Waarom, zei men? Wij zijn een staat. Wij gaan niet accepteren dat een of ander clubje ons de normen oplegt of ons de maat wil meten en tegen ons zegt, ja, wij gaan bemiddelen met jullie met een onafhankelijke bemiddelaar. Nee, wij zijn een staat, dus wij bepalen het. En het is verbazingwekkend hoe bot, kan ik eigenlijk wel zeggen, en ook gewoon brutaal de mensen van IS zich uitlieten. Die zeiden van, ja, wat wil Ayman al-Zawahiri nou? Die man die al jarenlang een prominente rol speelt binnen die jihadistische beweging. Wat wil die nou? Dat ze echt zeiden van, ga jij toch weg, man, wij zijn een staat, je moet je nergens mee bemoeien. Dus het was echt op een behoorlijk brutale manier, wuifde men dat weg. Dat leidde er uiteindelijk toe dat er veel kritiek kwam op de Islamitische Staat door andere radicale geleerden. Dus mensen die bijvoorbeeld 11 september goedkeurden, die hebben stevige kritiek op IS. Dat is interessant om te weten, dat hoor je niet vaak. Je denkt vaak, ja, de moslims die bij ons in de samenleving wonen, die wijzen IS wel af. Maar die radicale moslims, die zijn daar toch wel voor. Nou, in grote getalen is men dat dus niet. En men zegt bijvoorbeeld, IS handelt niet conform de islam. Het afhakken van hoofden, oké, dat wordt in de Koran genoemd, maar dat wil niet zeggen dat je dat bij Jan en Alleman kan doen. Journalisten of mensen die voor een liefdadigheidsorganisatie werken, kun je niet zomaar onthoofden. Sterker nog, dat zijn mensen die moslims helpen. Dat zijn mensen die de boodschap van moslims naar buiten brengen, naar de buitenwereld. Dat zijn mensen die de arme moslims helpen. Dus die mensen moeten we steunen in plaats van ze te vermoorden. Laat staan, met videobeelden ondersteund, onthoofden. En men zegt ook, het bezoedelt het beeld van de islam. Er zijn al zoveel negatieve stereotypen over de islam in het Westen. En dan gaan jullie ook nog eens een keer al die stereotypen bevestigen door handen af te hakken, door hoofden af te hakken, door Yazidis en christenen te verdrijven en een hoofdelijke belasting op te leggen, enzovoort, enzovoort. Dat moet je niet doen. Dus zowel vanuit islamitisch oogpunt als vanuit, zou ik maar zeggen, PR-oogpunt, is men hier tegen. Maar, nu die militaire acties plaatsvinden, is daar in één keer verandering in gekomen. Die radicale geleerden zeggen, wij zijn tegen IS, om de redenen die ik net aangaf. En wij vinden nog steeds dat ze op hun schreden terug moeten keren. We vinden nog steeds dat ze anders moeten handelen en anders moeten denken. Maar op het moment dat er een internationale coalitie komt tegen IS, dan zijn wij toch solidair met IS. Want, zegt men, IS zit misschien fout, maar het blijven onze moslimbroeders. Ja, dus ondanks dat ze fout zitten, staan wij nu weer achter hen. De gelederen moeten weer gesloten worden en we moeten samen, hè, er is ook echt een initiatief op gang gekomen door diverse geleerden, we moeten samen tegen Amerika en de Amerikaanse bondgenoten vechten, de bondgenoten van Amerika. En je ziet dus ook van dat men zegt, van, ja, IS is wel slecht, maar de ongelovigen die de gezamenlijke vijand vormen, niet alleen Bashar al-Assad, maar ook die internationale coalitie, die zijn nog erger. En bij zo'n keuze kiezen wij altijd voor onze moslimbroeders. Ik wil mij bij deze niet uitspreken voor of tegen die militaire acties. Mijn mening doet er helemaal niet toe, dus die ga ik ook helemaal niet geven. Maar wel dat die militaire acties in ieder geval dit als gevolg hebben. Dus dat de gelederen die eerst alle kanten opgingen binnen die radicale islamitische beweging, nu weer langzamerhand gesloten worden. Dat is een van de consequenties die dit heeft. Dus, we kunnen zeggen, IS gaat ongeveer 15 jaar terug, tot 1999... de organisatorische wortels in ieder geval. De ideologie heeft precedenten, ik noemde het al, ISI en ook jihadi salafisme, maar tegelijkertijd breekt het daarmee. Het voegt daar in ieder geval één dimensie aan toe, namelijk dat het een staat is. Niemand heeft dat daarvoor nog geclaimd. IS heeft zich razendsnel verspreid. Het beheerst nu een gebied zo groot als Groot-Brittannië ongeveer, en dat omvat 6 miljoen mensen.
ongeveer evenveel als Jordanië er vandaag de dag heeft, maar ligt wel letterlijk nu ook onder vuur. Niet alleen kritiek, maar ook door aanvallen. En die radicale denkers die ik net noemde, niet bij naam, maar dat kan ik als jullie dat willen uiteraard doen, die waren eerst heel sceptisch, daarna heel kritisch, maar uiteindelijk toch solidair met IS. En daar wou ik het bij laten en dan wil ik nu het woord geven aan Evert. Dankjewel. Dankjewel Joas. Zeer verhelderend, zeer verwarrend ook deels. Niet alleen door de afkortingen, maar ook door de complexe situatie. Ik heb drie vragen zelf voorbereid. Ik heb er inmiddels nog weer een heleboel meer. Ik had er al veel meer. Maar ik zal me beperken tot drie vragen. Die hoop ik ook voor een deel al vragen zijn die onder het publiek leven. En daarna, afhankelijk van de lengte van jouw antwoorden, mede afhankelijk van de lengte van jouw antwoorden, zal er ook ruimte zijn voor vragen vanuit de zaal. Maar daarbij moet ik wel meteen zeggen dat dat logistiek gezien niet heel makkelijk zal zijn. We kunnen niet bij zo'n grote groep mensen overal heel snel met een microfoon zijn. Dus graag daar, en zeker niet wanneer het gaat over de balkons. Dus daarvoor graag bij voorbaat uw begrip. Leon Wekke in zijn column, die zoals altijd weer zeer to the point was, die zei op een gegeven moment, die Irakezen en die door ons bewapende Koerden, die kunnen dat klusje wel klaren, die kunnen dat fundamentalistische varkentje daar wel gaan wassen. Is dat ook zo? Er wordt nu gesproken over, we gaan IS of is, we gaan het vernietigen, we gaan het verdrijven, we gaan ze kapot maken. Kan dat wel? Kan IS verslagen of vernietigd worden? Is het niet uiteindelijk een kwestie van dan wachten op de volgende variant? Althans, zolang er in het Midden-Oosten niet een aantal andere problemen opgelost worden, zolang het niet gedomineerd wordt door dictaturen die, of het nou republieken zijn of monarchieën, hun eigen bevolking onderdrukken, geen kansen bieden een enorme sociale en economische ongelijkheid handhaven. Ja. Dus is het dan niet gewoon wachten op de volgende variant? Ik denk dat bij veel mensen dat beeld bestaat. Hè? Van eerst had je Al-Qaeda, nou heb je dit. Het zijn allemaal een soort koppen van dezelfde draak, zeg maar. Ja. Om op het begin op in te gaan, die Koerden en die andere bondgenoten van de VS, die kunnen denk ik niet IS op zichzelf verslaan. Dat gaat niet lukken. En dat is een van de redenen dat de VS en andere landen ingrijpen. Omdat men zegt, de Koerden zijn bijvoorbeeld uit Mosul gedeeltes. En Mosul is echt een grote stad. Dat is echt een grote vis die ze gevangen hebben. Dus dat gaat niet lukken. Dat lukt ze niet. In Syrië lukt dat ook niet. Ik bedoel, het regime van Al-Assad, die laat ook IS voor een groot gedeelte gewoon zijn gang gaan. Ben ik goed te verstaan? Ik heb het al. Ja, toch wel? Oké. Je ziet ook dat die hulp, als je het zo zou willen noemen, ook wel noodzakelijk is als je IS zou willen verslaan. Dan de vraag vernietigen. Nou, misschien is dat politiek handig voor Obama om te zeggen van we gaan ze vernietigen. Dat klinkt misschien goed. Maar gedeeltelijk hebben we het hier over een ideologie en die kun je niet vernietigen. IS is bovendien een staat die is genesteld tussen de mensen. Die hebben gewoon een hele administratie, die hebben belastingen, die hebben een kamer van de koophandel bij wijze van spreken. Ze hebben noem maar op. Dat kun je niet vernietigen. Hè? Dat gaat niet. Het is niet alsof je bij wijze van spreken in de 18e of 19e eeuw een leger hebt dat op een veld marcheert en als je ze één voor één allemaal doodschiet, dan zijn ze dood allemaal. Zo werkt het niet. Dus dat denk ik dat niet gaat. En je laatste punt, dat er een hoop andere zaken aangesproken moeten worden en behandeld moeten worden voordat er daadwerkelijk iets nieuws kan gebeuren, dat er echt problemen opgelost moeten worden, zonder meer. Als je kijkt, als je even beperkt tot Irak, de vorige regering van Irak had een heel sectarisch beleid. Wij vullen de ministeries met onze eigen mensen. Dat is ook een beetje de politieke cultuur in Irak, dat je je eigen bondgenoten dicht bij je houdt, ervoor zorgt dat de mensen die het meest solidair aan je zijn, dat die dichtbij zitten. Dat is natuurlijk ook gestimuleerd door het regime van Saddam Hussein, die dat ook jarenlang heeft gedaan, die jarenlang bepaalde groepen buiten heeft gesloten. Dus die groepen die altijd buiten zijn gesloten, die zorgen er nu al voor dat ze stevig in het zadel zitten. En dat zorgt er ook voor dat bepaalde groepen in de samenleving zich heel erg buitengesloten voelen. Dat zijn grotendeels soenieten. En dat zijn nou juist precies de mensen wiens frustratie en wiens vervreemding van het regime een voedingsbodem vormt voor IS. De soenieten in Irak zijn ook allemaal niet, zeker niet allemaal IS-aanhangers, maar dat zijn wel de mensen wiens frustratie, daar voedt IS zich mee. Of dit de zoveelste kop is van een draak.
Ja en nee. Ja, om de reden die je aangaf. Maar nee, omdat bij IS heb ik toch wel het idee dat de afschuw die er heerst in de moslimwereld toch wel een paar stapjes verder gaat dan bijvoorbeeld bij Al-Qaeda. Bij Al-Qaeda was er veel van, ja, dat kan toch eigenlijk niet. Maar dan had je in de moslimwereld toch soms wel het idee van, ja, je mag geen onschuldige mensen vermoorden en het gaat allemaal niet. Maar ze hebben Amerika toch wel mooi te pakken gehad. Hè? Want ze hebben ons zoveel aangedaan, nou krijgen ze eindelijk eens een keer een paar klappen terug. Dat zie je bij IS veel minder. Mede omdat hun slachtoffers grotendeels moslims zijn. Dus ik... Misschien is dit de zoveelste kop, maar toch wel een bijzondere kop dan. Oké, een ander soort kop. Ja. Dat brengt mij bij een tweede vraag. En nu wil ik graag, als dat kan, de dia die daarbij hoort. Ja, dit is een overzicht, geplukt van Wikipedia, met een lijst van conflicten in het Midden-Oosten. Die begint in 1902. Hij zal een tijdje even doorlopen. Daar staan aan de rechterkolom staan de aantallen slachtoffers die diverse conflicten geëist hebben. Als je dus een historische blik werpt op dat Midden-Oosten, dan zie je een eindeloze reeks conflicten, opstanden en oorlogen. Vaak met duizenden slachtoffers, of meer, soms miljoenen. En mensen in het Midden-Oosten, wij waren samen in Jordanië, mensen die ik daar gesproken heb, die zeiden, ja, het is hier eigenlijk altijd al oorlog geweest in dit hele gebied. En Jordanië ligt, dat liet je straks ook zien, ligt eigenlijk vrij dicht bij het gebied waar de Islamitische Staat nu gevestigd is. Betekent dat dus eigenlijk een beetje ook een vraag aan het Westen, whatever that may be, komt er niet een punt waarop je moet zeggen, je moet dat Midden-Oosten gewoon zijn eigen boontjes laten doppen, in plaats van iedere keer te blijven bewapenen, te interveneren, en je zou nog een stap verder kunnen gaan, moet je die Islamitische Staat niet gewoon staat laten wezen, proberen een akkoord te krijgen, proberen vrede te sluiten, en is dan, als dat eenmaal gevestigd is, misschien die Islamitische Staat niet eens zo heel veel erger dan een aantal omringende staten. Ja, er zijn inderdaad veel mensen die dat zeggen, van laat ze maar aanrotzooien, het wordt toch nooit wat. Of het wordt wel wat inderdaad, die Islamitische Staat is zo erg nog niet in vergelijking met andere dingen. Dat kun je inderdaad zeggen, maar er is toch altijd weer de roep, ondanks dat het hele Irak-verhaal, de inval in Irak en vooral de nasleep ervan, zo'n debakel is gebleken, is er toch weer de roep vanuit heel de wereld van Amerika moet hier iets aan doen. Waarom valt Amerika Syrië niet binnen? Waarom hebben ze dat niet op het begin gedaan? Mm-hmm. Nu is het eigenlijk te laat. Op het begin had je nog gematigde milities, ook whatever that may be. Die hadden ze moeten steunen, die hadden ze moeten bewapenen. Dan hadden ze dat vreselijke regime van Bashar al-Assad hadden ze omver kunnen werpen en dan was het beter geweest. Nou, Amerika heeft zich daar niet in gemengd tot voor kort, omdat men dacht, dat is een wespennest, daar beginnen we niet aan. Maar ik denk dat zolang je grote groepen mensen hebt die op tv zien, kijk eens wat er met die Yazidis gebeurt, kijk eens wat er met die christenen gebeurt, dat je mensen hebt die de letter Noon, de Arabische letter Noon van Nasrani, wat christen betekent in het Arabisch, op de deuren schrijven van mensen van, kijk, daar woont een christen, of de letter Ra van Rafida, wat een neerbuigende naam is voor Shiïten, op de deuren bij Shiïten zet om ze te markeren van, kijk, daar wonen onze vijanden. Als je zo'n situatie creëert, dan krijg je dat er een morele oproep komt vanuit de bevolking van dit kunnen wij niet zo laten gebeuren. En als dat dan ook nog een conflict is dat in de ogen van heel veel mensen duidelijk een goede kant en een slechte kant heeft. Dus niet waarbij je twee partijen hebt die, ja goed, zijn allebei eigenlijk, allebei doen ze wel dingen fout. Maar je hebt echt een organisatie die bruut geweld gebruikt. Je hebt een boosdoener. Je hebt echt een boosdoener tegen onschuldige Yazidis of tegen onschuldige christenen die niemand kwaad hebben gedaan. Ja, dan krijg je die oproep. En een president Obama of een David Cameron of weet ik veel wie, die kunnen dat ook niet helemaal veronachtzamen, denk ik. Mm-hmm. Dus wat wijsheid is, Allahu alam. Maar ik denk dat in het politieke klimaat waarin mensen zitten, ja, ik denk dat je er bijna niet aan ontkomt. Dat er bijna geen andere keuze is. Ja, precies. Okay. Over keuzes gesproken en over geweld en dat soort dingen wil ik graag de volgende dia. Daar zit misschien nog een andere dimensie aan. Deze foto komt uit de Volkskrant van vanochtend. En stel je bent 17 of 18 of 19. Je lijf staat stijf van de testosteron. Je mag een meisje pas aanraken wanneer je getrouwd bent. Je hebt geen werk. Je wordt structureel gefrustreerd in al je ambities door de staat waarin je leeft. Stel, je hebt een groot deel van je jeugd doorgebracht met computerspelletjes, waarbij jij eindeloze reeksen tegenstanders afknalt in een woestijnachtig landschap, terwijl je zelf onsterfelijk blijft. Is dit dan niet ook de ultieme jongensdroom? Is dit niet ook een manier om zin te geven aan een leven voor mensen in het Midden-Oosten, maar misschien ook ver daarbuiten?
Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, ik ken mensen die bijvoorbeeld naar Afghanistan zijn gegaan in de jaren 80. Toen de Sovjet-Unie daar Afghanistan bezette. En die gingen daar naartoe en er werden vanuit Saudi-Arabië een soort, ja, het klinkt misschien raar, maar een soort zomerkampachtige reizen georganiseerd. Waarbij je tegen korting zelfs met vliegtuigen naar Peshawar in Pakistan kon vliegen. En dan kon je de grens over. En ik heb mensen gesproken die zeiden, ja, dan mocht ik een geweer vasthouden. Mm-hmm. En die hebben helemaal niet gevochten of zo. Maar dat is inderdaad, voor heel veel mensen is dat spannend. En ook iets anders, met betrekking tot die filmpjes die je bijvoorbeeld ziet van die onthoofdingen en zo. Ik denk dat veel mensen hier misschien te jong zijn om het zich nog te herinneren. Maar ik appelleer even aan de geheugens van de wat ouderen, waar ik mezelf dan ook even onder reken. dat je vroeger had je van die video's, in de videotheek, in de tijd dat we nog videobanden keken, van die heette Faces of Death. Ik weet niet of iemand zich dat nog herinnert. Dat waren filmpjes waarin dan mensen echt geëxecuteerd werden. Of mensen echt doodgingen. Dat waren geen gemanipuleerde beelden, maar was echt. En er waren mensen, en die keken daar maar al te graag naar. Dat waren geen radicale moslimverzetters. Dat waren gewoon mensen van de studentenleeftijd, zal ik maar even zeggen. Dus het idee dat echt heel extreme geweld, dat ook iets is dat noodzakelijkerwijs met de islam verbonden is. In heel veel gevallen denk ik ook dat het gewoon, ja, die kerel wordt zijn keel doorgesneden. Dat is tof. Op zo'n manier. Hè? Ja. En dat, ja, ik denk dat het zeker misschien bij jongens, zal dat in zekere zin appelleren aan gevoelens die ze hebben. En als je dan al die andere dingen die je noemt, hè, al die andere wegen tot het verkrijgen van een identiteit en het verkrijgen van een baan en het verkrijgen van invloed enzovoort, als die afgesloten zijn, of als het enige dat telt in jouw samenleving partijlidmaatschap is, mm-hmm, of behoren tot een bepaalde stam waar jij nou net niet toe behoort, mm-hmm, ja, dan kan inderdaad lidmaatschap van IS kan een enorme empowerment, geven, ja, een empowerment, mm-hmm, met zich meebrengen. Als ik één voorbeeld mag geven hierbij. Tuurlijk. Ik heb misschien, dit is een documentaire die jullie misschien allemaal bij geschiedenis hebben gezien op de middelbare school. Er was een docent, Amerikaanse docent, die gaf les aan zijn leerlingen over de Tweede Wereldoorlog, over de nazi's. En die begon toen een beweging, en die leerlingen hadden niet door dat het daarmee te maken had, maar die begon toen een beweging en het heette The Wave. En het is een heel bekende film. En dan moeten die mensen, die hebben zo'n groeten, die zeggen ze van strength through community, strength through discipline, strength through nog iets. En die hadden dan ook zo'n teken en ze droegen uniformen en die mensen die gingen daarbij horen. En er waren mensen die verzetten zich daartegen. Want als je er niet bij hoorde, dan werd je ook een beetje gemarginaliseerd. Maar de mensen in die documentaire, en het, volgens mij is het verzonnen hoor, dus het is gewoon fictie. Maar de mensen die daar het fanatiekst in waren, waren kinderen die altijd gepest werden in de klas. Uh-huh. En voelden zich altijd buitengesloten en die zagen, hier kunnen wij in excelleren. Hier kunnen wij bijhoren en hier kunnen wij onze hele ziel en zaligheid inleggen. En vervolgens kunnen wij dan eigenlijk de top bereiken. En toen die docent op het eind zei, weten jullie wie jullie leider is? He, want nou komt jullie leider komt jullie bezoeken. En toen zei hij, weet je wie jullie leider is? En toen liet hij een film zien van Hitler. En toen zei hij, dit is jullie leider. En toen schrok iedereen van, wow, waar hebben we ons mee laten slepen? In een soort fascistische ideologie. Mm-hmm. En de mensen die daar het meest door gedesillusioneerd waren, waren opnieuw die kinderen die gepest werden. Want die zeiden, nu valt onze hele droom in duigen. En ik denk dat, nogmaals, het is een fictief voorbeeld, maar ik denk dat het typerend is voor hoe sommige mensen met zo'n situatie om kunnen gaan. Ja. IS kan voor sommige jongen empowerment betekenen. Mm-hmm. Ja. Ja, je moet natuurlijk oppassen met psychologiseren. Ja, natuurlijk. En ik ben geen psycholoog, laat ik dat voor opstellen. Okay. En wat nog iets wat mij in jouw verhaal opvalt, de parallel, en die wordt natuurlijk wel vaker getrokken. Je noemde dat schrijven van de letter Noen op deuren en dat soort dingen, zijn natuurlijk ook praktijken die herinneren aan Nazi-Duitsland. Ja, zo'n mens. Stigmatiseren van mensen die vervolgens slachtoffer kunnen worden. Maar voor ons. Ons herinnert dat. Ja, ons herinnert dat. De Irakezen zullen die associatie niet hebben. Dat snap ik. Die krijgen ze in de toekomst. Dan hebben zij die associatie ook, namelijk met IS. Ja, precies. Ja. Ja. Oké, ik wil graag naar de zaal toe en hoop dat er vooral vragen hier vooraan zijn. geef die mensen daar ook een kans. Ja, wie een luide stem heeft, kan ook een vraag zonder microfoon stellen. Ik kan de vraag wel even herhalen als hij niet zonder microfoon is. Wij komen daar wel uit. Is IS een welkome vijand waar het Westen op zit te wachten? En suggestief omdat ik dan denk aan wapenindustrie en het controleren van olie. De vraag was voor een gedeelte was niet. Mijn vraag was, is IS een welkome vijand waar het Westen min of meer op zit te wachten? Ja, en dan in verband met wapenindustrie.
en de olie-export. Ja. Of import, in het geval van het Westen. Ja. Zal ik hem meteen beantwoorden of doen we er eerst een paar? Nee, doe maar meteen. Oké, goed. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat Amerika bijvoorbeeld, om dat even als voorbeeld te nemen, wel meer aan zijn hoofd heeft, onder andere de binnenlandse economie. En dat het laatste wat ze willen is weer opnieuw militaire actie gaan ondernemen. Zeker als ze weten dat dat eigenlijk gedoemd is te mislukken zonder dat er echt boots on the ground komen. En dat ze zich zeker niet willen mengen in een nieuw wespennest. En een van de dingen die funest is voor stabiele olieprijs, en dat is vooral het oliebelang dat de Verenigde Staten heeft. We willen lage olieprijzen en stabiele olieprijzen. Een van de dingen die daar funest voor is, is instabiliteit. En er is niks zo goed voor instabiliteit als oorlog. Dus ik denk niet dat ze daarop zitten te wachten. Voor de wapenindustrie, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die daar geld aan kunnen verdienen. Maar tegelijkertijd kost het de Amerikaanse overheid ook weer zo vreselijk veel geld om daar acties te gaan voeren. Met alle consequenties van dien voor het imago van de VS. Want er zijn weer talloze mensen die roepen, zie je nou wel, de VS vecht een oorlog tegen de islam. Dus ik denk dat alle plussen en minnen bij elkaar, dat ze hier echt niet op zitten te wachten. Oké, okay, dankjewel. Hier is een vraag. Vooraan. Tweede rij. Derde rij. Dank u wel. Kunt u iets zeggen over de houding van de grote Sjiïtische staat Iran tegenover dit? Ik neem aan dat die fel tegen de IS zullen zijn, maar ik merk daar niet veel van. Ik begrijp natuurlijk dat Amerika en Iran dat ook een probleem is. Kunt u daar uw visie over geven? Dank u wel. De vraag was, ik zal het even herhalen. De vraag was wat de rol is van Iran. En Iran heeft slechte relaties met de VS. En hoe dat precies gebeurt. Het klopt dat Iran al lange tijd slechte relaties heeft met de Verenigde Staten. En dat Iran ook als Sjiïtisch land en ook als staat die bedreigd wordt door IS, als buurland van Irak, niet zit te wachten op IS. Tegelijkertijd is het ook zo dat Iran een leiderschapsrol wil vervullen in het Midden-Oosten. En dat is niet het enige land dat wil. Saoedi-Arabië wil dat ook. En daar heeft Iran dan ook weer slechte relaties mee. Net werd al door Leon Wekker genoemd, de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Op het kaartje bij de Bos Bloemen voor president Obama. Dat speelt hierin ook een rol. Dus er is zeker wel een zeker politiek pragmatisme. Aan de andere kant is het zo dat het politiek pragmatisme hier heel duidelijke grenzen heeft. Als je ziet hoe IS denkt over Sjiïten, want laat er geen misverstand over staan, volgens IS zijn Sjiïten nog erger dan Joden en Christenen. En dat Sjiïten zijn mensen die, ja, dat zijn moslims, maar ze zijn het net weer niet. Kijk, Joden en Christenen, weet je wat je daar aan hebt, dat zijn gewoon ongelovigen in hun ogen. Maar Sjiïten, dat zijn mensen die zitten er heel dichtbij, maar dan keren ze zich toch nog af. Dus die zijn nog erger. En Iran wordt ook om politieke redenen gezien als een bedreiging, als een gevaar. Dus ik denk dat het politiek pragmatisme in Iran er zeker is. Maar dat is in dit geval heel, heel erg beperkt. Omdat de vijandschap tussen die twee zo groot is om ideologische, om politieke, om praktische redenen. Dat pragmatisme heel beperkt is hier. Zijn er nog vragen? Ja. Ik vroeg me af waarom Amerika juist nu op dit moment interveneert, want het was al langer onrustig in Syrië. Of dat, heeft dat iets te maken dat juist onder de Westbevolking, die nu pas door begint te krijgen hoe de situatie daar is, dat de overheid druk voelt van, jij moet iets doen, terwijl het misschien meer problemen creëert dan het oplost. Want ja, stel we verslaan IS, dan hebben we altijd nog dat we weer opnieuw een staat moeten bouwen. Mm-hmm. Dus is het idee een beetje van, we weten niet of het werkt, maar in ieder geval doen we iets en dat is beter dan niets doen. Ja, en waarom nu? Ja. Of nu pas? Ja. Dat van we moeten in ieder geval iets doen is beter dan niets. Ik denk dat er sowieso een morele case te maken is volgens sommige mensen om dat te doen. We kunnen niet langs de zijlijn blijven staan terwijl daar mensen worden uitgemoord. Want daar hebben we het in feite over. Zeker als dat, zoals ik net ook al tegen Evert zei, een conflict is waarbij je echt in de perceptie van mensen althans een heel duidelijk goede partij hebt en een slechte partij. De timing is ook heel belangrijk. Als je kijkt naar Syrië, in Syrië heb je een situatie waarbij men zegt het regime is helemaal fout. Maar het alternatief voor het regime, zeker nu, dan heb je te maken met dat Al-Qaeda is een van de goeie.
Nou ja, op het moment dat Al-Qaeda een van de goeie is, dan weet je dat je echt problemen hebt. Hè? Dan weet je dat het goed mis is. En dat is de situatie in Syrië. Als je in die situatie gaat ingrijpen, dan heb je de keuze tussen heel slecht, nog slechter en echt onnoemelijk slecht. En in zo'n wespennest, waar je bovendien ook nog sectarische verhoudingen hebt die tot massamoorden kunnen leiden, daarin heeft Amerika gewoon heel lang niet in willen grijpen, omdat men zoiets had van, we hebben een aantal jaar geleden in Irak ingegrepen, dat is gruwelijk misgegaan, laten we dat in Syrië niet nog een keer doen. In Irak is de situatie nu anders, omdat je daar een regering hebt die soeverein is en die waar in ieder geval mee te werken valt. Ik leverde net al de kritiek op de vorige regering dat ze heel exclusief waren, dat ze sectarisch dachten en de soenieten grotendeels buitensloten. Inmiddels zit er een nieuwe regering met een nieuwe premier. Maar in ieder geval is het zo dat als je daar IS bestrijdt, dan kun je zeggen, oké, nu hebben we dat bestreden. Nu kunnen we de macht weer teruggeven aan de regering die voortvloeit uit verkiezingen, democratische verkiezingen in Irak. In Syrië is dat niet het geval. In Syrië is de soevereine staat ook heel erg. Ja? Dus Irak is wat dat betreft een heel ander geval dan dat Syrië is. Als het gaat om de timing heeft dat ermee te maken. Als het gaat om die case die men wil maken. Wat denk ik heel erg belangrijk is geweest, is wat heel veel op tv is geweest. Die Yazidis die op die berg zaten in Sinjar. En die gedreigd werden uitgemoord te worden en te verhongeren. En van honger en dorst om te komen. En de christenen die slecht behandeld werden. En niet vergeten de journalisten die onthoofd werden. Want je kunt zeggen, het is maar één persoon, of het zijn twee personen, die Amerikaanse journalisten. En moeten we daar nou een oorlog voor gaan voeren waar mogelijk duizenden mensen bij omkomen? Misschien zelfs ook wel van de Amerikaanse kant. Maar onderschat niet het psychologische effect dat die filmpjes hebben. Dat journalisten die daar naartoe zijn gegaan om hun beroep uit te oefenen en waar niks mis mee is, althans niet naar mijn normen en de normen van de meeste mensen, en die dan gewoon op zo'n manier om het leven worden gebracht, dat heeft een enorm psychologisch effect. En je kunt dan als president, ik zei dat net ook al, niet langs de zijlijn blijven staan. En dan krijg je echt ferme taal als, we gaan ze kapot maken, we gaan ze vernietigen enzovoort. Ondanks dat misschien niet heel realistisch is. Even voor de duidelijkheid, die YouTube-filmpjes die gaan de hele wereld over. Ja. Ook de Arabische wereld. Ja. Iedereen ziet. Ja. Oké, laatste vraag. Achteraan daar. Vraag over de financiering van de IS. Wie financiert de groepering en hoe bewapenen ze zichzelf? Als ik eerst op die bewapening inga, die bewapening, ze maken heel veel wapens buit op hun vijanden natuurlijk. Het ironische is dat veel van de wapens die ze hebben oorspronkelijk uit Amerika komen, omdat die door Amerika geleverd zijn aan het Irakese leger. Die zijn vervolgens door IS weer van het Irakese leger als buit afgepakt. Dus IS loopt met behoorlijk wat wapens rond waarop staat Made in the USA. Dus dat is een van de ironische kanten. Een ander punt is, als het gaat om de financiering, ze hebben natuurlijk die gijzelaars die ze vaak voor losgeld verkopen. Ze hebben een bloeiende olieindustrie. Zeker in het noorden van Irak hebben ze toegang tot bepaalde oliebronnen en die kunnen ze op de zwarte markt verkopen. Ze heffen belastingen, zoals ik net al zei, van de mensen, zeker in de steden waar zij het volledig voor het zeggen hebben. In Raqqa, Deir ez-Zor en delen van Irak. En die belastingen die innen ze gewoon, van zowel moslims als niet-moslims. En daar verdienen ze behoorlijk wat aan. Dus het is een organisatie die zichzelf volledig kan bedruipen. En dat is een groot probleem, want ik was in mei op een conferentie waar een bankier sprak. Ik heb nog nooit gesproken op een conferentie waar ook een bankier sprak, maar dat was de eerste keer. En die zei, een van de belangrijkste dingen om die organisaties te stoppen is om hun financiële kanalen af te snijden. Nou, bij IS is dat dus bijna niet mogelijk, omdat ze zichzelf bedruipen. Er zijn geen staten, bij mijn weten, die IS steunen. Maar er zijn wel individuen uit staten. Bijvoorbeeld Saoedi-Arabië steunt IS niet, maar er zijn wel individuele Saoedi's die dat doen. Dus er is wel wat dat uit het buitenland komt, maar in principe bedruipt men zichzelf. En dat is een van de redenen waarom het een groot probleem is om die organisatie te bestrijden. Dus klopt het eigenlijk, wat je straks in je verhaal had, dat het niet een organisatie is, maar daadwerkelijk een staat? Tot op zekere hoogte. Ja, tot op zekere. Kijk, die vraag werd toevallig gisteren ook door iemand gesteld, door een journalist gesteld. En de vraag is, hoe definieer je een staat natuurlijk? Okay, kijk, als je binnen het internationaal recht kijkt, belastingen heffen bijvoorbeeld is een heel belangrijk onderdeel. Precies, ja. Op intern niveau is IS de facto een staat. Mm-hmm. Als je het internationaal bekijkt, een van de dingen die in het internationaal recht geldt, is dat een staat ook erkend moet worden door andere staten. Nou, dat is niet het geval. Dus het is een staat met een paar mitsen en maren. Ja. Maar ja, als je bij wijze van spreken in Mosul of in Raqqa woont, ja, dan is jouw staat IS. Ja. Oké. Joas, heel erg bedankt voor je lezing. En
Voorzitter, Lisbeth.